Goeie zondag. Perfect moment op de rustige zondag om even te reflecteren en na te denken welke kleine wijzigingen je kan doen om jouw leven een andere wending te geven. De tip van vandaag is: volg je passie. Alleen zo kan je dingen realiseren, kan je grenzen verleggen. Je leeft eigenlijk maar één keer, dus je kan beter die tijd steken in zaken waarmee je een groot verschil kan maken. Ben je vandaag op zoek naar jouw passie? Weet je het eigenlijk eventjes niet zo goed wat jouw passie is? Dan zijn er verschillende hulpmiddelen. Je kan bijvoorbeeld een waardespel doen en een keer nadenken: ja, wat is eigenlijk, wie ben ik in de kern? Wie wil ik zijn? En kijk dan of dat jouw job voldoet aan de waarde die je eigenlijk nastreeft. Een andere truc kan zijn van bijvoorbeeld terug te flitsen naar je jeugd. Waar speelde je graag mee? Waarom speelde je daar eigenlijk graag mee? Waar droomde je van dat je later zou worden? Er zijn eigenlijk duizend en één manieren om via zelfreflectie tot het inzicht te komen en op die manier de job te vinden die eigenlijk jouw passie is, waardoor je echt mooie dingen kunt creëren. Vind je het toch een beetje moeilijk om zelf die weg te vinden? Dan kunnen wij je er zeker bij helpen. Of via gewone coaching, of via loopbaancoaching, als je loopbaancoaching checks nog hebt. Op die manier kunnen we dan op zoek gaan naar jouw passie. En voor die passie even kijken of dat je deze in je huidige job kunt vinden. Of dat het misschien tijd is om een nieuwe, andere keuze te maken. Gelijk hoe je verliest er niet veel mee door via zelfreflectie toch even stil te staan met waar je bent en waar je wilt. Moesten er nog vragen zijn, je mag ook een mailtje sturen. Of als je direct een gesprek wil, dan is er een volledig vrijblijvend gratis kennisgesprek die je via de site gaat. Veel succes volgende week met je hopelijk super werkweek, waar je vol passie dingen kan realiseren. Want alleen met passie kunnen we de wereld veranderen. Doei, nog een goede zondag.